Goed dat je kijkt naar weer een nieuwe video van Racing News 365. We zijn nog midden in de zomerstop. Dat betekent dat we niet kunnen vooruitblikken en ook niet kunnen terugblikken op een Grand Prix. Maar wat we wel kunnen doen, is al een beetje vooruitblikken op 2024. Silly season, uh, coureurscarousel, hoe je het wil noemen, is in volle gang. Uh, van een aantal coureurs weten we hoe lang ze nog een contract hebben. Van een aantal coureurs weten we het ook nog niet. Aron Dekkers, kan je kennen van uh, ja, de video's van uh, ter plaatse dat jij overal bent? Nu was jij een keer bij ons op het mooie kantoor. Ja heb ik je meteen even de studio ingetrokken. Um, en ik wil met jou eigenlijk een beetje ja, het silly season gaan bespreken. En dan gaan we gewoon even per team gaan we kijken van... oké, okay, hoe staan ze ervoor? Er gaat natuurlijk voldoende gebeuren. Um, en ja, ik denk dat het gewoon handig is... dat we gewoon lekker onderaan de ranglijst gaan beginnen... momenteel met, uh, met Alfa Tauri. Uh, Contractsituatie momenteel van Danny Ricciardo en Yuki Tsunoda... is uh, eigenlijk na het seizoen klaar, toch? Mm. Ja, dat is inderdaad, uh, zoals het er echt uh, voor staat, dat zijn natuurlijk uh, hoe, hoe, hoe iedereen het ziet. Alleen is er wel de vraag, uh, zeker met Ricciardo, van hoe lang hij nou echt heeft getekend. Er zijn ook al wat geruchten op de paddock die inderdaad aangeven dat hij juist zekerheid heeft gekregen, ook voor volgend seizoen. Dat dat zijn uh, wensen geweest. Ja, je weet het, bij Red Bull natuurlijk nooit. Dat dus zijn je wel anderhalf jaar getekend hebben. Ja, zeg maar. precies, dat hij, dat hij wel heeft geëist van ik krijg gewoon anderhalf jaar de tijd. Bij Red Bull is het natuurlijk gewoon zoals ze ook altijd hebben aangegeven: van, je moet gewoon direct presteren. Als je niet direct presteert. Ja, is er een kans dat je gewoon eruit vliegt? Nou, dat hebben we bij Nieken uh, gezien, in het verleden natuurlijk ook bij andere Red Bull coureurs. Alleen uh, de geruchten op de paddock zeggen inderdaad wel dat Ricciardo zo'n goed contract zou hebben getekend dat dat niet zou kunnen gebeuren. Dus dat hij zei oké, okay, ik val wel in, maar dat houdt dan wel in dat ik ook volgend seizoen gewoon die kans krijg bij Alpha Tauri of bij Red Bull, waar die natuurlijk heel uh, graag naartoe zou gaan zoals iedereen. Uh, dat zien we niet zo snel gebeuren. Maar uh, ja, hij, hij zou dus wel voor anderhalf jaar vast liggen. Dat zijn geruchten. Niks is zeker. Uh, zeker ook omdat uh, ja, Hugo Boss, zoals we eerder een uh, enkele week geleden al hebben aangekondigd, die gaan waarschijnlijk de nieuwe hoofdsponsor worden. De Hugo Boss Boels, of I hoe het, wat het moet worden. Ja, inderdaad. Ja, ze kunnen natuurlijk met de naam nog een beetje gaan uh, kijken wat het wordt. Je hebt natuurlijk ook uh, Hugo Orange. en Je hebt nog wat andere brands die ze hebben. Dus ze kunnen altijd kijken van wat gaan we nu als sponsornaam nemen. Hè? Wat wordt de teamnaam? Maar feit is in, in ieder geval wel dat wij ervan vanuit gaan dat Hugo Boss gewoon een nieuwe sponsor zal worden, dat het nog om wat details uh, zal gaan. Maar ja, vanaf dat moment uh, lijkt er wel veel te veranderen bij Alfa Tauri, omdat het dan voor het eerst buiten de Red Bull-familie valt. En uh, dat is denk ik iets wat niet onderschat moet worden. Hiervoor hadden we natuurlijk Toro Rosso, Alfa Tauri nu allemaal brands uit de Red Bull-familie. En dat is nu voor het eerst anders wanneer Hugo Boss uh, of Orlen stel dat zij het nog zouden worden, uh, dan zou het dus om een totaal andere brand gaan. En eigenlijk valt het dan dus enigszins buiten de Red Bull. Familie tussen haakjes. Uh, dus dat is wel interessant. Want, want dat kan ook nog wel gevolgen hebben. Hè. Misschien even Ricciardo wel die zekerheid. Maar ja, wat is in één keer de hele teamnaam veranderd? En wat is dan uh, inderdaad wat Hugo Bos wil? Je, kun je, je kan je wel voorstellen dat Hugo Bos, zeker van Ricciardo, hoe bekend hij is. Ook op al die circuits die we afgaan. Ja, marketing is toch so, Vrij goede zet, natuurlijk, Ricciardo. Zo, so, ja, inderdaad. Als je daar ziet, ook uh, begin dit jaar was hij uh, natuurlijk als testreserverijder. Uh, en zeker ook sponsoren, grote sponsoren. Die vroegen telkens af, inderdaad. Uh, maar. Marketing mensen daarvan. Hoe kan het zijn dat Ricciardo eigenlijk niet race? Weet je wel? En kijk eens, alle fans worden helemaal gek als hij eraan komt lopen. En dat is natuurlijk waar. En dat is ook wel iets wat, uh, zeker op de transfermarkt in de Formule 1. Altijd ook een punt is wat meegenomen moet worden. Het gaat niet alleen om de prestaties van de coureur, maar ook ja, de, hoe, hoe is de coureur, wie is de coureur, hoe bekend is die, marketingtechnisch gezien, hoe interessant is die. Uh, dat speelt ook allemaal een rol. Dus je kunt je voorstellen dat Ricciardo bij Hugo Boss natuurlijk goed ligt. Dat zou je ook kunnen zeggen van Tsunoda en de aziatische markt. Als Al natuurlijk wel Red Bull een beetje de banden los aan het laten met de Japanse, met Honda ja. natuurlijk, dat is natuurlijk steeds meer aan het verwateren. Dus de vraag is, ja. Yuki presteert goed, ja. beter dan Nick? Nou nu. Ook nog iets beter, of hoe je het wil noemen, dan uh, de Ricciardo. Ja. Hoe uh, liggen zijn kaarten ervoor? Ja, inderdaad. Dan zou je inderdaad zeggen van... nou, dat, dat moet wel goed komen gezien zijn prestaties nu. Het derde jaar is veruit zijn beste jaar tot nu toe. Vorig jaar ten, ten opzichte van Gasly ging het al veel beter. Nu gaat het goed. Maar ja, net wat je aangeeft. Ja, hoe gaan die banden dadelijk eruit zien? En dat is wel heel interessant, denk ik, bij Alfa Tauri. Zeker nu met het Hugo Bos verhaal. Wat gaan daarvan de gevolgen zijn? Wat, wat kan er allemaal gaan gebeuren? En zijn daardoor beide coureurs misschien toch niet zo zeker... als dat ze denken of in ieder geval hopen te zijn? En wie wil Hugo Bos dan hebben? Dat, uh, dat kan nog heel interessant worden, maar we moeten even we afwachten tot de officiële aankondiging van Hugo Bos. Wij verwachten dat die in ieder geval in, uh, in september gaat komen. Uh, laten we dan heel even de shortlist afmaken. Want je zou denken kunnen zeggen, of het inderdaad ja, het wordt sowieso geen Alfa meer, Niet. sowieso een andere naam. Uh, dat denk ik sowieso dat Ricciardo en Yuki Tsunoda op de shortlist staan voor die twee stoeltjes. Uh, dan zou ik inderdaad ook nog een Liam Lawson opperen. Ja. Het blijft natuurlijk een zusterteam van Red Bull. Lawson doet het nu in de Formule Nippon erg goed. Dat is ook natuurlijk een erg sterke klasse. Hebben we het dan Gehad met de namen die in aanmerking komen voor dat stoeltje? Ja, dat is dus de grote vraag. Want uh, dadelijk, met Hugo Bos, kunnen er inderdaad heel veel dingen veranderen. Wie willen zij hebben? Willen ze misschien wel uh, een totaal andere coureur of een totaal andere markt bere bereiken? Dat is iets wat wij proberen ja ook weer uit te zoeken, erachter te komen op de paddock. Daarom reizen we natuurlijk ook af naar alle GP's om daar hè, de laatste informatie binnen te halen. Dus ik ben heel benieuwd eigenlijk in Zandvoort en, uh, en Monza wat, uh, wat er een beetje gaat gebeuren. Hè. Zandvoort, uh, we gaan dan door naar het volgende team zie ik ook al voor mee. We gaan natuurlijk naar haast toe volgend jaar. Daar waren we eigenlijk in, uh, in mei uh, onze collega Dieter Renke en die tijd nog collega, die, die had het al door dat Alfa Romeo naar Haas toe zou gaan. Dat is nog wel een heel interessant verhaal geworden. Even snel tussendoor: Alfa Romeo, nu sponsor, wordt de motorsponsor van uh, uh, Haas. Haas. Heel interessant, want het gaat om een Ferrari-motor. Al blijft er nog steeds, het blijft gewoon nog steeds nee, een Ferrari. Zeker, motor. 100%. Wordt, ja. ja, en als je dan dus kijkt van hoe Alfa Romeo, hoe slim ze het hebben aangepakt met die sponsoring van uh, in eerste instantie Sauber, dat noemden ze Alfa Romeo. Ja, de hele wereld waar je komt, bijna alle mensen en fans denken: Oh ja, nee, Alfa Romeo heeft ook een team. Zeker de Italianen zijn heel trots. En als je dat het is gewoon dat... Sauber. Ja, het is gewoon Sauber. En dadelijk ook bij Haas. Het is gewoon een Ferrari-motor. Zij hebben echt alle pijlen op de Formule 1 eh, gezet. Omdat ze gewoon in deze partnerships die ze nu maken, ja, krijgen ze gewoon heel veel uh, bereik eruit. En uh, dat doen ze dus heel slim bij Alfa Romeo. Uh, en bij Alfa Romeo ja, is het dus ook interessant om te zien van welke invloed gaan zij bij Haas hebben. De kans is groot, als we de pad ook mogen geloven, de geruchten, dat weet je nooit helemaal zeker. Dat Kevin Magnussen daar zou weggaan. Nou, en dan is het dus interessant om te zien wat Alfa Romeo uh, daar gaat doen. En tegelijkertijd gaan ze weg bij uh, Sauber. Zou dat ook nog gevolgen hebben? dat is wel interessant om, om te volgen. Dat zijn wel twee teams waarvan we denken, oké, okay, daar is echt een zitje op de tocht. Bij Alfa Tauri nog een beetje onzeker, zoals je net aangaf. er zijn zoveel factoren die daar nog spelen. Mm -hmm. Maar zeker uh, Sauber en Haas, dat zijn denk ik de markten waar, uh, waar nog iets zou kunnen gaan gebeuren. Maar laten we hem heel even meteen oppakken naar, naar Haas, wat jij benoemde. Uh, volgend jaar inderdaad natuurlijk uh, de motorsponsor wordt een Alfa Romeo met Ferrari motoren. Het wordt een vrij ingewikkeld verhaal voor een beetje de, de rookies onder ons. Uh, Nico Hulkenberg, Kevin Magnussen rijden momenteel voor het team. Hoe zit die Contractsituatie voor die twee uh, ja, voor, oude rotten het vak krijgt. Ja, ja, Hulkenberg ziet er nu goed uit. En dat is wel grappig. Want ik denk rond deze tijd, vorig jaar had niemand eigenlijk nog door dat Hulkenberg in één keer weer in de Formule 1 terug zou keren. Nee. Toen was daar ook nog Giovinazzi die in Austin een heel goede kans kreeg bij Haas om voor het sitje te gaan, wat dus uiteindelijk naar Hulkenberg ging. Maar we weten nog dat in die eerste vrije training waar hij de kans kreeg, zeg maar, Giovinazzi, uh, maakte hij uh, uh, een crash mee. Hij kon nog wel terugrijden naar de, naar de pitstraat. Als ik het goed voor me heb. Maar zijn sessie was weg. En daarmee ook zijn zitje op het jaar erop. Want er was een sponsor op dat moment. die eigenlijk ervoor wilde zorgen dat, uh, dat Giovinazzi zou komen. Is het echt een, een sponsor-ding? Want Giovinazzi heeft natuurlijk in de Formule 1 gereden. bij, bij meerdere teams. Hij heeft toen, is toen weggegaan. Hij is naar de Formule E gegaan. Nou ja, ze hebben In de Formule E, uh, mocht je het niet weten, hebben ze een soort ritueel. Dat uh, de coureur die laatste rijdt, krijgt applaus. <laughs> dat is zeg maar het fenomeen. Nou laat ik het zo zeggen, ik heb een paar races gezien. Giovinazzi kreeg bijzonder veel applaus. Ja, hij was daar gewoon echt niet goed. Wat is nog steeds de hype rondom Giovinazzi in de Formule 1? Nou ja, op dit moment is hij natuurlijk een Le Mans winnaar En dat is natuurlijk een groot verschil. Dat heeft hij gewonnen met Ferrari. Dus dat zou zomaar even kunnen zorgen met de Alfa Romeo-sponsoring. Misschien dat zij het liefst een Italiaan in die auto bij haar zouden zien. Dat zou zomaar ervoor kunnen zorgen dat Giovinazzi in één keer op het stoeltje van Magnussen terechtkomt. Want zoals wij hebben begrepen is Hulkenberg gewoon 100% zeker voor volgend jaar. Maar is Magnussen dat op dit moment absoluut nee, niet? Nee, hij is 100% zeker, maar hij heeft nog geen contract. Toch? Het contract volgens mij van... Nee, ik denk dat hij inderdaad al wel gewoon rond is. Ook van vanvorens hij heeft twee jaar, uh, dacht ik, ook getekend meteen. Okay. Dus daardoor, hij is gewoon uh, zeker... Ja, dit blijft Formule 1, hè? ook al heb je die contract. Ja, natuurlijk, de, de toprijders hebben daar geen last van. Maar alle andere coureurs... Langdurige contracten alleen het zegt zo weinig. Want aan het eind van de rit kunnen ze Zochtend altijd bij elkaar. Het is net toiletpapier. Ja. Is zo <laughs> Ja, inderdaad. Ja. Ik denk dat alleen bij die ja. echte topcoureurs vaak niet zo is. Uh, bij de meeste andere coureurs ja, daar kan altijd zo makkelijk aan wel weer een reden verzonnen worden. En komen ze er uiteindelijk wel uh, uit, zeg maar. Het is voor een coureur, denk ik ook. Ja, als je team van je af wil, hoe graag wil jij dan nog voor een team rijden? Daar komen ze ja. meestal wel goed vanaf. Maar ja, Hulkenberg ziet er goed uit. Uh, tweede zit je dus bij, bij Haas. Dat wordt interessant. Jovina... Zou je daar geen Magnussen op zetten als, uh, als je een shortlist zou maken? Mm -hmm. zou dan, kan je Magnussen al echt al afschrijven, denk je? Of mag die ja, nog? zoals wij hebben begrepen wel, ja, staat hij eigenlijk al niet meer uh, erop. Is het inderdaad echt uh, dat Magnussen gewoon uh, al weg is? Maar ja, zoals gezegd, Haas blijft wel een interessant team wat dat betreft. Want vorig, vorig jaar hè, zag niemand Hulkenberg aankomen. Dus wat dat betreft kan er ook zomaar een verrassing plaatsvinden bij Haas. Maar wat wij tot nu toe hebben begrepen, en daar probeer ik het op te passeren, ja, is het gewoon zo dat uh, Magnussen er niet meer bij zal zijn? Ja, kan het dan Sovinazie worden? Of gaan we een van de talenten zien? Ja, want wie kan, komt nog meer op het lijstje dan naast... Uh, ja, bijvoorbeeld uh, Theo uh, Pochère natuurlijk. Die, uh, die lijkt ook wel uh, zeer interessant te zijn voor, uh, um, voor Haas. Vergeet ook niet dat uh, um, de teambaas van Ferrari, Fred Vasseur... is natuurlijk nog altijd de ma uh, manager ook nog van de Franse jong Talent... Kan natuurlijk ook wel een push geven. Ik bedoel, Ferrari heeft ook invloed bij haar. Zo makkelijk is het ook. Ja, Om omdat... laten ook niet vergeten. Poucher is volgens mij als nummer 1 of nummer 2 in het Formule 2-kampioenschap. 2 ja, die hebben nog maar drie races te gaan. En dat nee, staat er erg goed voor. Ja, daarom. Die staat er goed voor. Rijdt ook mooie races. Misschien dat hij nog net niet echt die hamer laat overslaan. Dat hij echt erbovenuit steekt. Dat niet. Maar hij heeft wel veel mooie dingen laten zien. Uh, is ook derde rijder en testcoureur uh, uh, bij Sauber op het moment. Ik weet nog dat we hem februari daar ook in de fabriek spraken. Dat hij heel veel in de simulator daar zit. Dus. Ja, ook wel een jongen die toch al wat ervaring heeft opgebouwd, ondanks zijn jonge leeftijd. Dus benieuwd of uh, Haas voor een jong talent wil gaan. Niet zeker, want Gunther Steiner, de teambaas bij Haas, is eigenlijk niet meer zo'n fan van uh, jonge coureurs in zijn auto te zetten. Omdat hij met Maas en Schumacher ja, zeer ja. slechte ervaring heeft gehad. Um, dus dat is wel interessant. Ik denk wel dat die twee eigenlijk de voornaamste kandidaten dan zullen zijn om uh, op dit punt Magnussen het zitje over te nemen. Maar daarnaast zijn er ook weer geruchten over een uh, Jack Doohan. Droegovic ja, we... is nu een reserve hoe je het wil noemen bij Aston Martin, toch? Ja, inderdaad. Ja. En het blijkt dat hij inderdaad ook wel een zak met geld mee kan nemen. Nou, ook, ook wel interessant voor een team als Haas. Ja. Dus wat dat betreft zijn dat ook misschien nog wel outsiders die in één keer voor een verrassing kunnen zorgen. Uh, hetzelfde geldt voor Droegovic, eigenlijk ook weer bij Sauber. Daar zal hij het ook ongetwijfeld gaan proberen. Ik bedoel, als je die zak met geld helemaal op zak hebt, dan ga je het natuurlijk wel proberen. Het is ook wel voor hem, denk ik, een beetje nu of nooit. Uh, laten we meteen doorpakken met Sauber, Valtteri Bottas, Zhou Guanyu. Uh, het schijnt dat volgens mij ook Valtteri Bottas ook een vrij zekerheidje is, ondanks zijn. Nou, je kan zeggen toch wel tegenvallende prestaties in die uh, in die Alfa Romeo of in de Sauber hoe je het, uh, hoe je het wil noemen. Uh, hoe staat het met het uh, zitje van uh, Joe? Ja, inderdaad. Dat is ook niet helemaal zeker. Ook hij, heel, uh, heel belangrijk voor de Chinese markt. Daar wil uh, de Formule 1 op insteken. Ze willen die race volgend jaar ook door laten gaan. Al is dat ook nog niet helemaal zeker, zoals wij begrijpen. Ja, er is altijd nog een kans dat. Weer COVID dan? Door nou oorzaak. ja, niet door COVID. Uh, dat was eigenlijk dit jaar natuurlijk ook al niet meer helemaal. Uh, het lijkt ook wel een beetje tussen de onderhandelingen met F1, Chinese Grand Prix, et cetera. Dat het allemaal niet zo voor de hand ligt. Um, ik weet dat we in Baku ook nog met uh, Joe spraken. En dat hij inderdaad ook aangaf: ja, Netflix. Uh, kun je niet zien in China. En dat is wel een groot nadeel. Want kijk naar Amerika. Als je daar het land binnenkomt. Ieder, of niet iedereen, maar heel veel mensen weten nu inmiddels wat Formule 1 is. En in China is het nog maar de vraag hoeveel mensen dat echt weten. Dus qua activatie. zal Sauber hem zeker willen gebruiken. Uh, de F F F Formule 1 natuurlijk ook. Hij presteert eigenlijk ook gewoon prima. Ik bedoel als je uh, kijkt hè, je moet hem met zijn teamgenoot denk ik vergelijken. Nou, dat, dat, dat gaat hem goed af. En het is ook niet de eerste de beste zijn teamgenoot natuurlijk. Nee precies. Dus eigenlijk gaat alles wel goed, maar toch is ook hij begrijpen we nog niet, niet zeker. Hij geeft het ook zelf aan. Hij hoopt heel snel zekerheid te krijgen, maar hij krijgt die zekerheid alsnog niet op dit moment. Dus dat is nog wel interessant om te zien. Ik denk dat dat ook wel vrij snel besloten zal worden over in. Zo, ik denk dat het bij Haas wel eens langer kan gaan duren. Maar ik verwacht dat we bij Sauber gewoon in september duidelijkheid hebben over de positie van Joe. Uh, en terugkomen op Bottas wat jij aangaf. Ja, hij lijkt voor volgend jaar zeker te zijn. Daarna denk ik dat het wel heel interessant wordt bij Sauber. Dan gaan we hè, steeds meer naar die overgang naar Audi. En wat gaat er dan gebeuren? Heel veel geruchten natuurlijk. Hè. Jij wilde denk ik al naartoe, Carlos Sainz, die al genoemd wordt. Bij Audi, ja. Ja, uh, veel mensen zeggen dat hij al een pre-contract heeft getekend. Nou, wij kunnen uit zeer betrouwbare bronnen vertellen dat dat nog niet het geval is. Uh, maar ja, dat hij bij Audi in trek is dat, is, dat is zeker het geval. En ik denk dat 2025 misschien al wel... Eh, Seidel staat natuurlijk wel aan het roer bij Audi. Gaat hij dan toch al die zet zetten van... ik haal iemand binnen die ik al wil. Uh, Bottas is natuurlijk geen rijder die Seidel binnen heeft gehaald. Nou, met Carlos Sainz heeft hij heel goede ervaringen bij McLaren. Dus kan het zomaar zo zijn dat hij al in 2025... Uh, um, Carlos Sainz binnen gaat halen. Dus uh, ik denk dat wel voor de hand ligt dat Sainz er naartoe gaat. Maar op dit moment... Nog een is dat maken nee van is, een nog, niet, is nog niet zeker uh, waar Haas in wil gaan zetten op misschien een ervaren rot of misschien een talent want omdat je zegt voornamelijk het wordt of misschien een giovernatie of inderdaad zo'n zo'n is het als we de shortlist even samen gaan vatten voor Alfa Romeo is het wel echt jong talent. Ja. Het is inderdaad, Joe staat dus nog steeds op de shortlist, maar daarnaast heb je dus ook eventueel net als een Droegovic, uh, een Jack Doohan, een Frederik Vesti en een uh, Theo Pichet. Dat is eigenlijk gewoon de volledige top uit de Formule 2. Die zouden ze graag uh, willen inlijven. Ja, dat zijn inderdaad de namen die wij hebben doorgekregen, dat die inderdaad wel op het lijstje staan. En dat ze dat inderdaad wel de kans willen geven aan een jong talent. Maar ja, hoe, hoe zinvol is het? Hè? Je hebt Joe, hij is, ja, dan komen we weer terug op het marketingtechnisch verhaal. dus gewoon een jongen die, ja, die makkelijk ook spreekt. In meerdere markten heel goed voor de dag komt. Gewoon goed presteert. Dus ja, heel interessant wel om te zien uh, wat er met hem gaat gebeuren. Ik, ik zou hem van harte natuurlijk het nieuwe contract weer gunnen. Want ik denk dat hij gewoon een heel goede ontwikkeling doormaakt. Ja. Gaan we naar de Blauwe Williams? Ik denk dat we niet heel veel woorden, ja, hoogstens complimenten, vel moeten maken aan Alexander Albon. Die het gewoon ontzettend goed doet, natuurlijk. In eerste instantie was hij een soort bruikleencoureur vanuit Red Bull Racing. Dus dit jaar is hij echt zijn alle banden eigenlijk verbroken met Red Bull. Is hij gewoon een fulltime op papier ook een Williams-coureur? Ik kan me niet voorstellen dat uh, uh, Williams zegt: uh, Nou, jongen, betwijfel of we jou voor willen hebben. <laughs> Ik denk als, als ze hem nu een contract zouden aanbieden, of als hij zegt: wil we'll blijven, dat ze hem een contract tot 2027 aanbieden, ja. bij wijze van spreken, toch? Ja, inderdaad. Ja. Ik denk dat het bij hem andersom nu is. Hè. Sommige teams willen dan van de coureur af en bij hem zullen ze, ze proberen zo lang mogelijk te verlengen. Alleen nu is het de vraag: Wil Albon dat nog? Want in één keer wordt hij in verschillende media internationaal gelinkt aan Ferrari, terugkeer bij Red Bull, et cetera, et cetera. Hij is hot, om het zomaar te zeggen, ja. op dit moment. Maar um, ja, alles lijkt erop dat hij volgend jaar gewoon voor Williams zal rijden. Ook omdat er eigenlijk geen andere opties zijn op het moment. Ja, hogerop in ieder geval. Waarschijnlijk nee, komen we straks wel op, maar waarschijnlijk Nee, niet. Daarom, daar, daar, daar zijn denk ik op, op, voor hem de mogelijkheden, mogelijkheden op dit moment niet. Dus dat zie ik niet snel gebeuren, dat hij, dat hij weg zou gaan. Volgend jaar zal hij er rijden. Maar ja, ik denk wel, ondanks dat hij heel veel aangeeft... ook in de interviews die we met hem hebben, is het constant van... dat hij bij Williams de volgende stap zelf ook als coureur wil maken. Daar is hij de absolute koopman, dat bevalt hem goed. Alleen als je bij Williams kijkt, het is ook wel weer een beetje onrustig. Hè? Deze week haalden we alweer aan. Er is weer een heel grote rechtszaak tegen ze aangespannen... door een oud werknemer, waar bij 100 miljoen wordt geëist. Uh, ze zijn natuurlijk uh, in bezit ook weer uh, um, van een investeringsmaatschappij... Het, 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 het zit gewoon nog niet helemaal lekker bij Williams, ondanks de prestaties op de baan. Ziet het er gewoon eigenlijk heel goed uit. Ik vind dat ze heel knap werk afleveren. Uh, ze hebben ook een paar nieuwe technische mensen van naam die ze binnen aan het halen zijn. Dat ziet er goed uit, maar toch lijkt het nog een beetje, ja, niet echt heel compleet samen te vallen bij Williams. En hoe gaat dat dan over één of twee jaar eruit zien? Dat, dat vind ik wel heel interessant om te zien. Uh, als we dan kijken naar de tweede coureur daar, uh, Sergeant. Wordt vaak genoemd nu op het moment dat mensen zeggen dat hij uh, misschien eruit zal gaan. Ja, aan de andere kant, Amerikaanse markt. Dit jaar drie Grand Prix in Amerikaanse ja. bodem. Volgend jaar hebben we er ook gewoon drie. Ja, en... Je weet dat het er over twee jaar die vier worden. Je, je hebt er geen idee. Nee, ja, grote kans, inderdaad, dat we naar die vier te gaan. Dat ben ik ook wel. Uh, als je het zo hoort, dan denk ik dat dat grote kans aanwezig is. Uh, Sargent is natuurlijk niet uh, um, bekend bij het grote publiek, het is niet dat in Amerika mensen hem kennen. Maar ja, feit is wel dat hij een Amerikaan is. Dat is een voordeel. Dan hebben we het weer over die politieke en marketing-technische zijde. Daar is hij sterk. Wat wij begrijpen, brengt hij ook nog goed geld mee, zeg maar. Leven ook fijn, heeft hij nog steeds voor een team als Williams? Zeker weten. Ondanks dat ze natuurlijk goed staan nu in het constructeurskampioenschap. en dus al wat geld binnenhalen, is het toch wel fijn om, dat, om die zekerheid gewoon te hebben. En daarnaast maakt hij gewoon niet te veel schade of zo. Rijdt hij gewoon constant. Is hij zich ook aan het verbeteren? Ook bij mensen, bij Williams intern die we spreken, zeggen ze ook van hey, hij is gewoon. ...bezig stappen en et cetera. Ja, hij zit nog niet op het niveau van Albon. Ze verwachten ook absoluut niet dat hij aan het einde van het seizoen... ...op het niveau van Albon zit. Maar het is wel gewoon een steady coureur. En als hij dan ook nog geld meebrengt... ...zijn paspoort zeg maar, is in orde wat dat betreft... ...met een Amerikaanse nationaliteit. Dus uh, ik zie dat niet zo snel gebeuren dat hij weggaat. Maar nogmaals, het wordt links en rechts wel genoemd... ...maar van wat wij tot nu toe begrijpen... ...van onze bronnen is dat uh, nog niet het geval. En is Sargent voor nu gewoon zeker voor volgend jaar. Dus waarschijnlijk, als we nu zouden mogen voorspellen, we doen het bij iedere ding. Is volgend jaar gewoon Williams, Alexander Albon en uh, Logan Sargent. Ja. Um, Alpine, het uh, Franse team, twee Franse coureurs: Esteban Ocon, Pierre Gasly. Nou ja, scoren ook allebei nou niet echt de pannen van het dak. Um, hoe staat het uh, daarmee met uh, de onderlinge verhoudingen? Natuurlijk, Gasly natuurlijk in betrokken in de ruildeal met Red Bull. Niet ja. de Vries. Nou goed, uh, we kennen het, we kennen het <laughs> hele verhaal. Hoe staat het daarvoor? Nee, ja, op dit moment, inderdaad. Hè, de twee hebben in ieder geval niet uh, zoveel ruzie als dat sommige mensen het begin van het jaar hadden voorspeld. Die zeiden inderdaad van nou, oh, het zal erop gaan. En die twee gaat echt niet goed samen. Nou, een proscena is maar. Ja, no, wow. nee, precies. Eerst, eerst denk ik dat ze heel erg bezig zijn om vooraan te gaan rijden. Dat er dan misschien problemen ontstaan. Hè. Je zag het ook in Australië met het incident. Zo moeilijk werd er niet naar elkaar toe gedaan. Uh, bij Alpine is het Frieder denk ik duidelijk. Ja, daar is het ook weer hoger op een beetje en zootje. Nu in één keer uh, uh, met Otmar Safna, die eruit werd gegooid. Een heel raar moment. Uh, tuurlijk werd, werd vaker gezegd, De Miami hoorden we wel voor de eerste keer dat Otmar uh, Safnau misschien Alpine zou moeten verlaten. Hoe het dan in één keer gaat er in België op een vrijdagmiddag, in één keer boem, boem, snel door elkaar, achter elkaar. Ja, dat is uh, dat was niet goed. Dat laat ook maar weer zien dat het bij Alpine uh, ja, nog steeds in de hogere top eigenlijk niet goed eruit ziet. Op dit moment is ook nog niet duidelijk wie de teambaas gaat worden. Uh, Binotto wordt al een aantal keren genoemd. Tot nu toe lijkt er nog geen zekerheid in te zitten. Uh, al is het inderdaad wel zo dat steeds vaker zijn naam wel gelinkt wordt aan het team. Heel interessant om te zien of dat hij het dan zou gaan doen. Oké, okay, dus eventueel we kunnen zeggen: uh, Ocon, Gasly, zo goed als een zekerheid, ja. je mocht hele gekke dingen gebeuren. En de naam van Binotto wordt steeds vaker genoemd bij een, uh, bij een Alpine voor mogelijke teambaas volgend jaar. Ja, inderdaad. Ja. Het silly season valt tot nu toe een beetje tegen, tussen haakjes om het zomaar te zeggen. Uh, alleen bij Alfa Tauri, wat Hugo Bos kan worden, zouden er in één keer heel grote verrassingen plaats kunnen gaan vinden. En bij Alpine is het dan hogerop. Daar weten we in ieder geval, daar gaat iets gebeuren. Er gaat zo'n nieuwe teambaas. teambaas komen, ja. Ja, en, en, en gaat het dan misschien ook nog wel een keer zijn dat Alpine uh, het team zou gaan verkopen? Wie weet. Dat zou nog, uh, ik denk dat er, dat wel interessant in ieder geval is om te zien. Maar qua coureurs verwacht ik niet dat daar ook maar iets gaat gebeuren, nee. Ik denk dat we misschien dat een beetje kunnen copy-pasten bij McLaren. Uh, twee coureurs, Piastri Norris. Jong. Gedreven, snel. Uh, ik denk dat het niet lang gaat duren. Mocht de auto zich zo blijven ontwikkelen, de MCL60. Dat ook Piastri een keertje een ponyplek gaat pakken. Dit jaar, die zit er wel in. Uh, nou goed, we weten van Norris sowieso al dat hij natuurlijk lang vast ligt. Ja, eigenlijk van Piastri is het ook. Uh, het gaat er ook gewoon met Jack Brown. Gaat het ook daar gewoon prima. Dus ja. ik denk dat. ...eigenlijk om gewoon een hele grote strik kan... ...en dat er eigenlijk niet veel besproken hoeft te worden. Nee, inderdaad. Ik denk dat ze een mooie thuisrace tussen haakjes tegen moeten gaan... ...hier in Zandvoort, hè? in het oranje. Uh, nee, het ziet er heel goed uit. Piastrioka ook een mooie ontwikkeling doorgemaakt dus in zijn eerste jaar. Erg knap. Super denk ik ook voor Norris, hè? dat hij nou een teammaat heeft die hem echt uh, ja, achterna zit. En, dus uh, ja, natuurlijk top voor uh, beide, top uh, voor ja. beide denk ik. Dat zal echt, hè? Ze gaan natuurlijk heel respectvol met elkaar om. ja Wie weet ook daar, hè? als het dan in één keer voor de overwinning gaat of voor een podiumplaats, zal het ook wat harder en van eindiger worden. Met ellebogen. Ja, ja. precies, hoort er ook bij. Maar tot nu toe denk ik dat het super is voor allebei, hoe zij zich uh, beide ontwikkelen. Komen we bij de laatste vier teams, beginnend met Ferrari. We noemden net natuurlijk al heel even uh, Carlos Sainz de naam. Natuurlijk, uh, ja, zijn, zijn papa heeft ook natuurlijk grote banden met, met de Audi. Dat ja. is nu al uh, sinds jaren op dag doet hij daar de car. Um, hij ligt gewoon nog vast om 2024. 2024. Um, Leclerc uit mijn hoofd ook 2024 ja. of nog een jaartje langer. Ja. Zitten ze allebei tot ja, 2024? Allebei tot 2024. Um, dus nou goed, dat is bij Ferrari nou niet per se echt kijken wat er volgend jaar gaat gebeuren um, na 2024. Wat denk je dan wat met Leclerc gaat gebeuren? Want je noemde inderdaad dat 2025 kans zit erin dat we mm -hmm. natuurlijk gaan naar uh, Sainz, die gaat richting Audi. Uh, wat denk je bij Leclerc? Want hij heeft laatst in een interview met onder andere Racing News aangegeven dat hij kampioen wil worden met Ferrari. En als er ook maar een minimale kans is dat het gaat lukken met Ferrari, ja, dan wil hij daar volledig voor gaan. Ja. Ook na 2024? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat Leclerc eigenlijk wel een zekerheidje is voor Ferrari ook uh, na 24. Uh, ze zijn ook wel bezig uh, voor een lange contract weer te krijgen. Uh, ook met Vasseur dit jaar. Eigenlijk was het al aan het begin van het soen, seizoen duidelijk dat Vasseur ook wel een voorkeur had voor Leclerc wat betreft tussen Leclerc en Sainz. Ik denk dat het voor het grote publiek dit jaar ook wel duidelijker is geworden hoe vaak uh, Leclerc ook een tactiek en strategisch een voordeel heeft ten opzichte van Sainz. Ik denk dat voor Sainz dit jaar ook wel duidelijker is geworden van oké. Okay, er uh, gaat echt niks veranderen hier bij Ferrari. Leclerc is gewoon degene waarvoor ze willen gaan. Dat is de toekomst, om het zomaar gewoon keihard te zeggen. Uh, dus ik denk inderdaad ook gezien, ja, Leclerc en Ferrari, de relatie die ze hebben. Ik denk dat ze insteken op een langdurig contract en dat die gewoon uh, bij Ferrari gaat blijven. En in het begin waren er nog ook wel wat geruchten dat hij misschien naar Aston Martin ging of zoiets, maar precies wat je zegt. Ja, of hij naar Mercedes en Lewis Hamilton naar ja, Ferrari, allemaal dat soort geruchten. Alleen uh, Leclerc is natuurlijk, ja, je ziet dan eigenlijk politiek gezien uh, uh, maakt hij geen uitspraak om ook die richting iets te laten vallen. Precies wat je zegt. Hij geeft al meteen aan dat hij de liefde voor Ferrari heeft, et cetera. Dat hij daarmee kampioen... Daar, daar zegt hij eigenlijk al mee. Ja, hij en, zet in de andere clichés met natuurlijk worden de dingen ja. overwogen, natuurlijk wordt er gesproken, weet je. Dat, dat soort dingen. Maar dat zijn eigenlijk gewoon de Formule 1 clichés der coureurs. Ja, inderdaad. Als hij nou een keertje al had gezegd van, uh, oh, daar ga ik niet op in. Of ik wil gewoon kampioen worden. Ik wil gewoon de beste auto rijden. Ja, dan gaat natuurlijk iedereen op hol slaan. En nu is het wel zo dat hij gewoon duidelijk laat zien, uh, zoals hij ook al altijd wel overkomt van Charles Leclerc, vind ik. Ja, hij zegt gewoon een beetje eigenlijk welke kant het al opgaat. Ik denk dat de liefde van Ferrari voor hem groot is. Uh, ook, ook, zeg maar. En uh, ja, vooral bij science. Ja, dat wordt gewoon interessant. Van, uh, misschien wil Ferrari hem nog wel behouden, maar ik denk dat hij zelf ook denkt van ja, hier ga ik nooit uh, die absolute kopman worden. Nee. Um, gaan we in 2024 het moment krijgen dat Lawrence Stroll zijn zoontje Lens uit de auto gooit? <laughs> Of denk je die zit toch voorlopig nog wel lekker? Ja, denk het wel. Ja, nee, ik. Zie het niet gebeuren, dat nee, die gebeuren? Nee. Aston, Aston Martin natuurlijk. We hebben dat ik die Fernando Alonso, Lens Stroll. Um, ja. Lance Stroll die gaf trouwens in een interview deze week aan dat hij vindt dat Fernando Alonso sneller is dan hem. <laughs> dus dat was ook al vrij openbaring. Dat we dachten: oké, oké. Het realisme is ingedaald. Um, nou goed, Fernando Alonso, oudste man van de grid. 42 geworden uh, onlangs tijdens van mijn Grand Prix België. Um, volgend jaar gaan we hem sowieso zien. Ik ja. denk Fernando Alonso is, denk ik nog een zekerheidje. Ja, tot de. Op een keer zo'n longen het niet meer houden ofzo. Ik weet niet hoe lang die doorgaat. Maar ik vermacht. Tot, tot 2026? Denk ik denk wel dat hij doorgaat. <laughs> ja, ik denk dat hij het zeker gaat proberen. Misschien nog wel, nog wel langer. Hij lijkt zo gemotiveerd te zijn. Kan het nog allemaal fysiek ook heel makkelijk aan. Mentaal ook. Dus ja, hij ziet er heel sterk uit bij Alonso. Maar ik denk wel dat als Honda binnenkomt uh, bij Aston Martin... en hoe Aston Martin dan ook mag gaan heten... of het nog wel Aston Martin blijft... dat zijn natuurlijk nog allemaal vragen. Uh, ik denk dat het dan wel voor hem ophoudt. Ik denk dat uh, Honda het uh, niet zo waardeert... wat uh, Alonso natuurlijk in het verleden over ze heeft gezegd... met de GP2. Engine, ja, dus ik denk dat dat nog wel in gaat houden dat hij uh, dat dan niet meer erbij zal zijn. En Stroll zal volgend jaar ook zeker aanwezig zijn als we het alleen over 2024 hebben. Zien we ook daar eigenlijk niet in dat er veranderingen plaats gaan vinden? Maar misschien na 24, dat het dan langzamerhand Ja, misschien wel gaan weer beschuiven. door De Honda-invloeden, in misschien wel. Ja, kijk, en dan, dan bijvoorbeeld ja. in de Formule 2 dat ja. die weer uh, of Tsunoda natuurlijk. Ja, of Tsunoda, um, Mercedes-Russel. Uh, Zekerheidje. presteert ja. goed. Staat momenteel vlak bij Lewis Hamilton. Lewis Hamilton staat nu in de zomerstop nog één puntje achter van Alonso voor die, voor die derde plek. Um, ja, eigenlijk is het ook bij Lewis Hamilton niet de vraag of, maar de vraag wanneer hij zijn nieuw contact gaat tekenen. En dat is ook nog volgens ja. mij. Tussen de vraag: wordt het een éénjaar contract of een twee-jaar contract? Ik weet niet of jij daar meer of drie. Ik weet niet of jij daar meer nieuws over hebt. Nee, dat is nog onduidelijk. En dat is wel heel interessant om te zien. Want inderdaad, zowel Wolf als Hamilton hebben. Ik denk België of misschien was het daarvoor al in Hongarije, toen we daar waren, gaven ze eigenlijk in de al, media of mediasessies al aan van uh, het gaat eigenlijk alleen nog maar om een formaliteit. Ja, het is tussen, geen de, adv meer, geen ja, tussen meer. de advocaten nu. Dus dan hebben we het over details. Dus wat dat betreft, is er gewoon een handshake opgegeven en zal het goed komen. Alleen vind ik het wel heel interessant om te zien wat Hamilton nu gaat doen. Hoe lang gaat hij? Bij tekenen. net wat je zegt, en dat is nog wel ja, spannend tussen haakjes. Want uh, je zou het zo onwaarschijnlijk inschatten en je denkt toch bij je eigen het zal toch niet gebeuren? Dat kan bijna niet. Zou die daar alles voor opgeven? Een ambassadeurschap bij Mercedes, bijvoorbeeld, de rest van zijn leven, maar wie weet. Er zijn nog altijd die kleine geruchten. Stel dat hij één jaar tekent. Dat hij dan toch nog naar Ferrari zou gaan. Toch nog een keer naar Maranello. Je kunt het bijna niet voorstellen. Of leeft het nog een keer. Maar van de andere kant. Ja, of een twee jaar contract en na één jaar een of andere vage ontsnappingsclausule Met ja, zoveel het, punten ja. achterstand op de Red Bull. Weet je? Je, je, ja. Max Verstappen heeft ook een clausule in dus zijn contract staan. Volgens mij, weten we de thuis niet, denk ik van. Dat als na een bepaalde jaar Red Bull dermate onderpresteert. Dat dan dat nou, Verstappen ja, kan zeggen. Ja. Ja. Tot ziens. En veel plezier met je, ja. Met je leven. Zeg maar. Ja, klopt. Alleen ja, je, je denkt dan bij Lewis Hamilton. Ja, gaat hij daar een heel ambassadeurschap dan na zijn carrière ook voor op de kop zetten? Ik, 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 ik weet het niet. Dat is heel interessant om te zien. Maar er wordt wel vaak op de paddock, op de paddock gesproken: van let op. Uh, van goede ingewijden die zeggen: let op van de duur van het contract. Want dat kan wel toch iets gaan zeggen. En Hamilton lijkt nog steeds zo gemotiveerd te zijn als Alonso. Hè? Alonso krijgt alle lof, maar het was Lewis Hamilton. Ik denk ook weer dat het in Hongarije was, die inderdaad aangaf. Want ik heb sinds anderhalf jaar niet meer zo goed gepresteerd als nu. En dat vond ik wel iets zeggen. Hè? Dat ja. wel, het spatte wel vanaf van, hé, hey, ik ben weer... En ja, dat vuur komt weer terug. Hij ja, zei ook, ja. ook laatst ja. van, uh, als ik in de auto van Perez had gezeten, dan had Max niet zo'n makkelijke tijd gehad. Dus het, ja, het hij begint, begint weer ja. te prikkelen. En het duurt ongelooflijk lang. En dat is mijn optiek. Um, dat komt denk ik omdat een van de twee partijen moeilijk doet. Mm -hmm. Want als ze allebei gedacht hebben van, oké, okay, we gaan 40 miljoen per jaar verdienen, we tekenen nog voor twee jaar, handshake, en we brengen naar buiten. Ja. Wie doet... Moeilijk, denk je. Is het Lewis Hamilton die juist meer jaren wil, of minder jaren, of bepaalde ontsnappingsclausules? Of is het Mercedes die zegt: nee, we willen je tekenen, maar wel zo lang mogelijk als het maar kan? Want ja. ook marketingwaarde, natuurlijk. Ja. ja, wat wij hebben begrepen, is het wel de Wolf die inderdaad echt in de druk is om het contract zo snel mogelijk rond te krijgen. Dus dan zou inderdaad de bal wat meer bij Hamilton liggen. Uh, ja, je hebt natuurlijk ook gewoon met twee ontzettend grote merken te maken. Het merk Lewis Hamilton is natuurlijk ook onwijs groot waar je ter wereld op komt. Hij was 44, hard... ja. Ja, hij wordt zo hard toegejuicht. Iedereen kent hem, vooral omdat hij buiten de Formule 1 ook een grote bekendheid geniet. Uh, dus ik denk dat hij ook al heel veel ja, clausules zal inbrengen van dit en dat. En heel veel details waar misschien beide partijen. In de, zin, in de zin van Hamilton en Wolff als persoon niet veel mee te maken hebben, maar een management van Mercedes en een management van Lewis Hamilton wel weer. Dus eh, heel veel details. Maar over het algemeen lijkt er gewoon een handshake te zijn gemaakt en is het nu afwachten uh, voor ons hoe lang uh, dat contract zal gaan duren. Allerlaatste team, Red Bull Racing, Max Verstappen, Sergio Perez. Goed, Max Verstappen, uh, komende jaren... Erik Bejaard, Ben Race hij <laughs> nog steeds bij Red Bull Racing. Sergio Perez ligt sowieso ook nog vast onder met 2024. Genoeg mensen die inderdaad zeggen... ja, gooi lekker Danny Ricciardo in de auto. Want Perez presteert niet. Um, feiten spreken voor zich. Oké, okay, Sergio Perez had een mindere periode. Maar hij staat nog, twee, nog steeds met een ruime voorsprong. Tweede in het WK. Hij heeft races gewonnen. Hij pakt de punten, wat Helmo Marco ook zegt. En hij is gewoon een hele steady coureur. Ja. Um, wat verwacht jij dan... Ik denk dat we verder moeten gaan kijken in 2025. Max Verstappen rijdt er dan nog, zonder gekkigheden. Als Perez gewoon dit jaar en vorig jaar precies zoals hij nu doet. Hij wint wat races heeft mindere periode, maar hij staat gewoon comfy tweede achter Max. Ja, dan zou er toch niet per se een reden zijn waarom dan. Uh, Helmut Marko of Christian Horner zou zeggen... we willen een Yuki hebben of we willen een Leclerc hebben of noem maar op. Nou ja, ja, laten we hopen dat uh, Max Verstappen inderdaad gewoon lekker, uh, lekker lang blijft. Ik bedoel, we kunnen er zo van genieten op dit moment. Iedereen in Nederland dat we dit mee mogen maken, wat natuurlijk geweldig is. Uh, ik bedoel, kijk maar naar Nick de Vries hoe snel dingen afgelopen kunnen zijn. Dus het is zo uniek wat we, wat we mee mogen maken. Dus dat is uh, top. Laten we hopen dat Max Verstappen zo lang mogelijk door wil gaan... Um, ja, aan, aan de zijde, ja, wie er volgens jaar rijdt, verwachten wij inderdaad dat het gewoon ook Perez is. Precies omdat wat je zegt. Aan het eind van de rit staat hij gewoon nogal de tweede. Uh, in het begin van het seizoen zag het er ook gewoon heel goed uit. Daarna zwakt hij weer ietsjes af. Laatste laatste reis, de laatste week ja, ja, ja. lijkt het weer gewoon goed te gaan. Nou, als hij gewoon zo het de tweede deel van het seizoen doorgaat, verwachten wij niet dat hij eruit gaat. En vergeet ook niet, ook hij weer, hè, marketingtechnisch, ook gewoon een heel sterk verhaal. Staat in Mexico en Zuid-Amerika er heel goed op. He, de, de Red Bull-blikjes worden goed verkocht. Zijn merchandise wordt goed verkocht. Hij blijft gewoon steady presteren. Ik denk dat hij inmiddels zelf ook wel weet. En misschien steeds meer ook al begint te denken: ook van volgend jaar. Van ja, ik ben gewoon de tweede coureur. In de zin van: ja, ik kan, wat, kan het wel proberen. Maar he, Max is gewoon te goed voor mij. Klaar. Ja, iedereen moet kijk, eigenlijk, iedere coureur had al vrij vroeg het besef van uh, we kunnen winnen als er echt iets valkans misgaat met verstappen of dan wel niet met de rebelmotor. ja en Perez ja eigenlijk ja van natuurlijk. maar het moment dat hij zei van ja nee ik wil gewoon ik geloof dat ik wereldkampioen ja. kan worden want anders waarom race ik eigenlijk? ja, ja. toen uh, was ja. daar de Grand Prix van Monaco <laughs> en de rest is geschiedenis. ja ja ja, ja inderdaad ja ja en uh, ja dit jaar denk ik ook hè Miami werd het ook heel duidelijk gemaakt door verstappen ja. van hij is gewoon uh, de nummer één en ja, dat is wel interessant om te zien hoe hij daarmee omgaat. Ik denk niet dat hij volgend seizoen er weer in begint te geloven, die wereldtitel. Maar ja, van de andere kant hij is ook alweer een sportman. Ja, tuurlijk hebben we hen allemaal toch wel inzicht van. Je wil altijd winnen. Daardoor zijn ze ook zo ver gekomen dat ze in de Formule 1 zijn beland. Uh, dus dat is wel interessant om te zien. Maar nogmaals, ja, ik denk dat 2024 gewoon Sergio Perez weer rijdt. Ja, je weet niet wat hij inderdaad in, het, in het tweede gedeelte van dit seizoen gaat doen. Dan zou het helemaal mis moeten gaan. Oké, okay, dan hebben we een ander verhaal. Maar goed, dan maar... moet Hugo Tjernoda of Daniel, Akari ook weer. Ja, precies ook weer. Ja, daarom. Ja. Dus ik denk gewoon dat we ervan uit kunnen gaan dat Max Verstappen en Sergio Perez gewoon beide weer voor Red Bull volgend jaar zullen rijden. Ja. Nog heel even kort afsluitend. Aangezien we toch het hadden over Red Bull, over uh, Alfa Tauri. Volgens mij ontstaat er een beetje een misvatting over de positie van Nick de Vries. Want er is natuurlijk ook uh, veel mensen die zeggen: Ja, Nick de Vries is ontslagen. Uh, die heeft een lekkere zak geld meegekregen. Nou, wij spraken hem vorige week nog uh, tijdens de première van Grand Tourisme in Amsterdam. Toen zei, van ja, hij gaat inderdaad weer studeren of een, een cursus volgen. Um, maar Nick de Vries is helemaal niet ontslagen, toch? Als, als ik het goed zeg, Nick de Vries is nog steeds ja. ja, en volgens mij heeft hij letterlijk een beetje geswapt dat hij nu gewoon test- en simulatiecoureur is. Sterker nog, zeer binnenkort hebben we, zien we als het goed is, hem gewoon weer op een circuit omdat hij dan stand-by moet staan, toch? Ja, inderdaad. Uh, voor zover wij nu weten, staat hij nog stand-by inderdaad in Mexico, dat hij daar nog naartoe zou moeten gaan. Vraag is natuurlijk, gaat dat gebeuren op dit moment? Is hij inderdaad nog gewoon nog steeds zeg maar, lid van de Red Bull-familie, om het zo maar te noemen? En dat betekent, hij reist mee. Mocht er iets gebeuren met Perez, Verstappen, Yuki of Ricciardo, dan dat, is dat, hij de coureur. Dat zou in Mexico zo het geval zijn. Het is natuurlijk wel zo dat er inderdaad wel aan is gegeven van dat hij met verschillende partijen in, uh, in onderhandeling is buiten de Formule 1. Andere race, Formule 1 e wordt vaak genoemd weg. Uh, in die, ja, ja, alles is sterk. Ja, ja precies. Nog ja, met en... Geen MotoGP. Volgens mij is dat de enige raceklasse die niet genoemd is ja, voor uh, ja, hij heeft natuurlijk ook overal altijd Gepresteerd. Dus wat dat betreft denk ik dat overal de rode lopen voor hem uitgaat voor een terugkeer te maken. Uh, in de Formule 1 zal het dan uh, waarschijnlijk niet meer gaan lukken, maar ja. goed, in de andere klasse wel. Uh, dus het kan zomaar zijn dat hij in de komende weken ergens een contract tekent dat dat alles ophoudt bij Red Bull. Op dit moment is dat nog niet het geval. Nee, Dat is wel een misvatting. Oké, okay. nou helemaal ja, goed. Ik denk dat we alle teams hebben gehad. Um, deze video uh, komt tot een eind. Maar ik vraag wel nog even aan jou... wat zou de ideale Drivers Line-up van 2024 volgens jou zijn? Nou goed, Een aantal teams is dus eigenlijk een zekerheidje... zoals een Mercedes, een Ferrari en een Red Bull. Maar ja, toch vooral onderin wordt het erg spannend. Laat dat wel even weten in de comments. Vergeet je ook niet te abonneren op dit kanaal... want dan blijf je altijd op de hoogte. Zo zijn we ook nou ja, met z'n tweetjes live aanwezig... volgende week tijdens de Grand Prix van Nederland. En gaan we ook iedere dag... In het weekend de podcast maken, dus dan ga je die zeker niet missen. Nu bedankt voor het kijken en veel meer nieuws vind je natuurlijk op RacingNews365.nl. Aaron, dankjewel. Jij ja, bedankt.